Maatschappijlijk 2. Thema media. Hoofdstuk 1 voor BB. Hoe communiceer je? We communiceren verbaal of non-verbaal. Communicatie is ook het doorgeven van informatie. En dat kan door middel van een gezichtsuitdrukking en dat kan door middel van praten en schrijven. Je hebt bij communicatie altijd een zender en een ontvanger. Een zender geeft informatie, die wordt ontvangen. Als een ontvanger dan weer informatie teruggeeft, dan worden de rollen omgedraaid. Je hebt dan een zender en een ontvanger. Bijvoorbeeld wanneer je een telefoongesprek voert. Media kunnen heel persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld als je telefoneert, heb je een 1-op-1 gesprek. Maar als je naar een populair televisieprogramma kijkt, dan kijk jij, maar dan kijken ook een heleboel andere mensen daarna. Welke media kennen we eigenlijk? Een media of een medium zijn bedoeld om veel mensen te bereiken. Daarbij denken wij aan kranten en tijdschriften, radio, televisie en natuurlijk het internet. Waarbij het bijzondere van het internet is dat jij niet alleen informatie van het internet af kunt halen door het te downloaden, maar je kunt daar ook zelf informatie aan toevoegen. En dat toevoegen is al zo simpel als een post op je Facebook of een tweet. Dan ben je al informatie aan het toevoegen. Sociale media maken het dus steeds makkelijker om zelf ook informatie toe te voegen aan het internet en te communiceren met anderen.